Ik heb vandaag weer een bijzondere knoop. Het wordt ontzettend warm vandaag weer. En het is vrijdag, dus het zou betekenen dat we Cash on Friday hebben. En ik heb in eerste instantie altijd wel eens een keer gezegd, ik doe geen korte mouwen aan naar mijn werk toe. Zeker niet met een stopdas, want dan zie je eruit als, de man van NASA in de jaren 1960. Vandaag toch korte mouwen aan, maar wel met een bijzondere stopdas erbij. Deze das is, gebreide das. Ik ga heel even wat inzoomen. Een gebreide das, ergens een keer gevonden. En ik heb hier de Wes-knoop ingelegd. En zoals je kunt zien is het eigenlijk een gebrek aan een knoop. Hij lijkt ontzettend op de Onassis. Ik zal deze eens laten zien. Het past hier ontzettend goed bij. Je hebt behoorlijk wat slagen nodig. Dus de afmeting die je neemt is ongeveer dezelfde afmeting. Die je zou gebruiken voor een Windsor. Geen halve Windsor, maar een volledige. En wat leuk is aan deze knoop is dat je met de binnenkant naar buiten toe begint met knopen. Ik heb mijn brede zijde van de das aan mijn rechterkant, dunne zijde links. En ik ga met de binnenzijde dus naar boven toe knopen. Ik ga rechts over links, midden door. Vervolgens ga ik achterlangs. Dan haal ik de knoop rechtsdoor. Ja, voordat ik hem te strak draai. Wat je hier nou doet is dat je deze brede zijde door deze lus heen haalt. Zo. Dan moet ik met deze gebreide das wat voorzichtig aantrekken, omdat hij anders oprommelt. Het zal met een stevigere das zal dat veel minder gebeuren. Zo. En wat ik wil is dat deze twee punten in zicht blijven. Goed. Nou, wat je nu kunt doen is met de voorzijde kun je hem al een klein beetje aantrekken als je dat zou willen. En nu leg je je duim achter de knoop en sla je de brede zijde, die je dus helemaal achter hebt, sla je hier over de knoop heen. Waarom je duim erop leggen? Dat voorkomt in ieder geval dat de knoop in één keer gewoon overslaat naar voren toe. Even aantrekken. Die twee punten zijn nog steeds een beetje te zien. En wat ik al zei, omdat het behoorlijk warm is, laat ik hem in tegenstelling tot alle andere knopen, laat ik hem een beetje losjes erbij hangen. Gebrek aan een knoop. Twee punten zijn te zien. Hele mooie Onassis knoop. Die past bij deze das. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie van deze knoop vinden. Laat me ook weten wat je van de das vindt. Like, plus, abonneer, laat me in ieder geval wat weten, zodat ik weet of dat dit een herhaling, voor herhaling vatbare knoop is, ja of nee. Succes vandaag en succes met knopen.